Ja, ik weet dat ik niet de enige ben, ook in de sport die vast. Dus ja, toch altijd wel leuk om dan één van de mensen zijn die toch meedoet en ja, toch wel je ervaring daarover kan delen. Mijn naam is Amin Abaidi, ik ben 19 jaar oud, turner Hoofddorp en ik denk dat mijn specialiteiten wel vloer en sprong zijn. Ik was begonnen met turnen toen ik denk ik 4 was. Ik begon een beetje toen ik eigenlijk op de bank wat koprollen aan het maken was, wat ratslagen van de rand op de bank een saltetje aan het maken was. Ja, mijn ouders kenden toevallig een soort van een gozer die gymles gaf bij ons in de buurt. En ja, die hebben me toen daarheen gebracht. Daar wat gymles gehad. En ja, op een gegeven moment zei die man eigenlijk van ja, hij is te goed voor gymles. Dus ik ken wel een leuke plek. En dat was toen op het moment in Haarlem bij Pax. En toen mocht ik eigenlijk niet turnen, omdat ik nog te jong was, want het is vanaf 5 jaar oud. Toen zei mijn pa, ja, laat even zien wat je kan. Toen liet ik een salto zien en toen op 4-jarige leeftijd zei hij van oké, nou, hij mag toch wel komen trainen. Dus ja, toen begon het eigenlijk allemaal voor mijn 4e in Haarlem. Ja, ik vond het altijd wel echt leuk om gewoon dingen te proberen. Uit die comfortzone te gaan, de grenzen op te zoeken. Mensen zeggen die, ja, dit kun je echt niet doen en toch proberen en het dan lukken, dat vind ik altijd wel mooi. En dan ja, die blikken op mensen hun gezicht, daar kan ik altijd van genieten. En ja, gewoon die salto's maken, draaien, adrenaline, daar hou ik gewoon heel erg van en vond ik altijd wel leuk. Wanneer begon jouw road to Paris? Die begon denk ik toch wel 2023. Ja, daarvoor natuurlijk ook wel een beetje, je denkt er altijd wel aan. Maar ik denk dat het toen wel realistisch werd. Ja, met de trainer Dirk zei namelijk altijd van ja, als je echt goed je best doet en goed traint, dan kan je dat halen en je hebt de potentie om dat te kunnen. Dus ja, dan heb je toch het gevoel van ja, ik kan het, ik ga er wel proberen te komen. Ik wist nog niet hoe of hoe dat zou gaan en ja, toen jammer genoeg raakte ik al snel geblesseerd in dat jaar. Ik had namelijk een blessure aan mijn knie, knieschijf gebroken. Dat ging toen even goed. Toen was ik door mijn enkel gegaan, enkelbanden gescheurd. Ja, dat ging allemaal eigenlijk op een gegeven moment wel oké. Okay. Ik dacht nog steeds van dat het wel moeilijk te halen was. Maar op een gegeven moment ging dat eigenlijk allemaal heel snel. En toen in één keer dacht ik van nou, mijn knie doet het best goed. Ik voel eigenlijk bijna geen pijn meer, zo uit het niets. Toen begon het eigenlijk allemaal voor mij en toen mijn eerste wedstrijd in Cold Boost gedaan. En ja, wel tevreden. En dat was wel opeens een momentje van, nou, het voelt allemaal goed. Ik ga er maar gewoon voor en ik kijk waar ik eindig. En tot nu toe gaat dat best wel goed. Mijn ideale road to Paris, dat natuurlijk een mooi EK'tje meepakken. Mijn eerste echt grote internationale wedstrijd. En ja, daarnaast natuurlijk gewoon Olympische Spelen, traject en dan toch het einddoel is toch wel echt daar staan met het team en met het team een mooie prestatie te leveren. Familie is wel echt, ja, speelt wel een grote rol bij ons. We hebben een groot gezin zelf en daarbuiten ook veel ooms en tantes. We komen ook best wel vaak samen gewoon wat eten of uit eten ergens. Ja, nu is het dan Ramadan, dus dan eten we wel eens bij mijn ene tante en dan bij de ander. En dan komen ze bij ons een keer eten. En ik hoorde net op de trainingsvloer en je teamgenoten willen volgend jaar ook meedoen. Ja, dat, ja, mijn pa die vraagt altijd aan hun van ja, wanneer komen die nou een keertje meedoen of een dagje en dan komen die bij ons eten. En dan ja, altijd zit het net in zo'n seizoen van wedstrijden, dus dan doen ze niet mee. Maar ja, volgend jaar is het toch wat rustiger. Ja, het hoogste doel wat mensen willen behalen is eventjes weg. De druk is er wat af. Dus ja, het zou wel leuk zijn als ze dan meedoen en gezellig bij ons thuis dan aan de tafel komen.
is het niet lastig de Ramadan volgen terwijl je zo hard traint? Ik ben het van jongs af aan al wel gewend, dus voor mij is het niet per se een hele grote stap of heel akelig. Nu is het dan wel, we mogen best vroeg eten omdat de zon vroeg ondergaat. Dus dit jaar is het best wel chill. Maar we hadden bijvoorbeeld 2 jaar geleden, denk ik, toen was ik in voorbereiding voor het EK en EOF. Toen mochten we pas om rond 10:30 eten. Dus dat zijn wel wat taaiere dagen, warm weer. Maar nu is het best goed te doen. En waarom doe je het? Ja, natuurlijk vooral omdat ik gewoon wel echt gelovig ben. Het is wel echt voor ons ook familiebinding. Het is echt, we doen het met z'n allen. Het is niet alleen ons gezin, maar echt onze hele familie. En dat we dan ook samenkomen, dat maakt het altijd wel echt leuk. Ja, ik probeer nooit echt de schuld te geven aan iets van, ik heb verkeerd gegeten of niet genoeg. En in de Ramadan besef je ook altijd van, je hebt het niet echt altijd nodig. Je moet soms toch wel even een pitje bij, omdat je hebt natuurlijk geen voeding. Hè. Ja, je voelt het toch wel altijd, maar dat pitje erbij is toch wel echt ook... laat staan, als ik het zonder eten kan en als ik met eten kan, dan nog beter ga doen. Dat is ook echt tof om te zien dat gelovigen, zeg maar in mijn geloof dan islam, te zien dat mensen nog steeds met de Ramadan top kunnen presteren en ook motiverend van je kan het. Als ik het kan, dan kan iedereen het eigenlijk. Dus dat is wel mooi om te zien. Ik doe ook mee aan de Ramadan, ja.